Welkom bij auto55.be. Het afgelopen jaar is de markt van de motorhomes, groot en klein, compleet ontploft. Met een stijging van meer dan 80% werden deze kampeerwagens als zoete broodjes verkocht vergeleken met de vorige jaren. Je hebt ze in alle maten, kleuren, gewichten en meestal ook van onafhankelijke fabrikanten, Volkswagen uitgezonderd. Zij hebben sinds kort ook hun eigen kampeerwagen in het gamma. Deze Grand California hier achter mij. Kamperen met een Volkswagen-busje is al lang niet meer nieuw. Sluit aan op een traditie die al begon in de jaren 50. En Volkswagen heeft dat slaapbusje nog. Het is de gewone California, gebaseerd op de multivan. Deze Grand California daarentegen die heeft de Crafter als basis genomen. En er zijn twee versies van. De 600 en de 680. Die is iets langer, maar minder hoog. Laten we hem samen eens gaan ontdekken. We zullen meteen beginnen met het meest digitale aspect van de camper en dat is het besturingssysteem. En hiermee kan je alles instellen naar eigen wens. Wat is er allemaal op terug te vinden? Eerst en vooral de temperatuur. Dit exemplaar wordt verwarmd op elektriciteit of op gas, maar Volkswagen biedt ook nog andere systemen aan. Daarnaast zien we een knop voor water en dat zal je aangeven hoeveel vers water en hoeveel vuil water je nog over hebt. En dat is altijd handig om te weten natuurlijk. En dan hier hebben we een knopje voor batterij. En we zien dat hij momenteel nog 90% is opgeladen en dat we er nog 27 uur mee kunnen rondkomen. Daarna zullen we er een stukje mee moeten rijden of hem aansluiten op het net. En tot slot zijn er ook nog zonnepanelen om de batterij extra te sparen. Voilà, we zijn in de leefruimte beland en die is ongeveer 4 vierkante meter groot. Ruim genoeg voor 4 personen om rustig iets te eten, een spelletje te spelen of een boek te lezen. En nu het belangrijke deel voor de chef-koks op de camping, de uitgeruste keuken. Eerst en vooral hebben we hier twee gasputjes die mooi hieronder zitten opgeborgen. Een spoelbak met kraan, koud en warm water. En voor wie het werkblad niet uitgebreid genoeg is, kunnen we het langs beide kanten nog een beetje groter maken. En hier is een ijskastje, of een ijskast, die je zowel van binnen als langs buiten kan bedienen. Die is redelijk ruim, die heeft ook twee compartimenten. Kijk maar bijvoorbeeld naar die extra slede hier, waar je nog beleg of drank of van alles kan wegsteken. En van boven is er ook nog een diepvriesvak. Zo. Hieronder zit nog een gigantisch grote koffer met kasten langs beide kanten. En als het bed is opgeklapt, dan kunnen daar ook nog probleemloos twee fietsen in. Boven is ook nog massa's opbergruimte met inbouwkasten die volledig rondom het slaapcompartiment lopen. En extra plaats voor kleerhangers. Het bed is 1,95 meter lang en zou comfortabel moeten zijn voor twee volwassenen. Maar daarnaast zijn er ook nog een paar handige features hier in de buurt. Zoals bijvoorbeeld drie dimbare leeslampjes, daar ook één. En langs de kant twee van de minstens 7 USB-poorten in de Grand California. Alle ramen achterin deze camper, met inbegrip van de dakramen, kunnen open en toe en hebben een muggenscherm en verduistering. De kinderen hebben een aparte slaapruimte die iets kleiner is en die we gemakkelijk kunnen uitschuiven. De badkamer is het grootste verschil met de gewone California. Ze hebben op een kleine ruimte zoveel mogelijk proberen te integreren op een efficiënte manier. We hebben een toilet met spoelfunctie, een spoelbakje en kraan, een dubbelzijdige spiegel, zodat altijd een van de twee kanten proper blijft, en een douche die hier van boven bevestigt. Nu, je moet niet al te selectief zijn in het badgerief dat je meeneemt, want ook hier is er meer dan voldoende ruimte om alles proper te kunnen opbergen. We hebben gezien dat deze motorhome heel wat in petto heeft. Maar voor wie is zij nu eigenlijk bestemd?
Ah, kijk, deze Grand California kost minstens 61.500 euro. We kunnen dus bijna niet anders dan concluderen dat hij bestemd is voor mensen die wel een centje over hebben voor een kampeerervaring. Langs de andere kant is hij er ook voor mensen die echt op zoek zijn naar een uitgekiende functionaliteit, veiligheid en afwerking. En last but not least, de kampeerders die af en toe eens volledig off the grid willen gaan, die kunnen ook vertrekken met deze Grand California, want hij heeft alle ruimte en voorzieningen om dat in comfort te doen.